Ik ben Bo en super leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie namelijk mijn allereerste vakantievlog van dit jaar. En ik heb het dit jaar heel anders gedaan als vorig jaar. Ik heb niet een weekvlog gemaakt, geen dagelijkse vlogs. Ik heb namelijk één grote vlog gemaakt en het is eigenlijk een soort van compilatie van mijn vakantie in Frankrijk. Maar dat dan wel weer in een vloggende stijl, dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dus zeker weten een duimpje omhoog, vergeet dan niet te abonneren en heel veel plezier met kijken. Oké, we zijn finally aangekomen. Ik heb mijn haar wat anders gedaan en het lijkt nu al veel later, maar het is iets van 12 uur of zo. Het huisje is ook weer klaar, met hetzelfde huisje als de vorige keer. En hier slapen Milou en ik en boven slaapt Roos en er slapen ook mijn ouders. Ik ga jullie nog wel een kleine roomtour geven. Voor nu gaan wij eerst even lekker zwemmen, want we hebben het super warm. En wat we nog meer gaan doen, gaan jullie allemaal gewoon zien. Zo, ja. Oké, ik ben lekker op het strand en ik ga nu lekker zwemmen, want het is echt 37 graden of zo, het is super warm. Dus let's go en ik ga lekker zwemmen. IJsje gehad bij het Barbarak en dat is een super kenne ijswinkel hier en ik heb Amarene, want Amarene zeg maar liefst ijs, dat is zo lekker. We gaan even lekker zwemmen. Oké, zoals jullie misschien wel op mijn Instagram of Snapchat hebben gezien, heb ik wat leuke oplaaddingetjes. En deze heb ik opgestuurd gekregen van coolgift.com. Ik zal de website even in de beschrijving linken. En als eerste heb ik een super leuke donut opgestuurd gekregen. En we hebben hem vandaag gebruikt en hij is super chill. En hij is super groot ook. En hij is wat groter dan een gemiddelde band. En zelf vind ik dat heel erg chill, want dan kan je er gewoon super chill zitten. En ja, hij is super groot, dus zoals je ziet, ik krijg hem niet eens op beeld hoe ver ik ook erachter zit. En ik vind hem super cute. Jullie gaan er nog wel surfbeelden van zien wanneer ik morgen of zo op het strand ben. Anders maak ik ze gewoon even in het zwembad. Ik zou hiervan het linkje in de beschrijving zetten mocht je hem willen bestellen. Ik weet niet precies hoe duur die is. Dan heb ik een tweede dingetje opgestuurd gekregen. En dit zijn de enige twee dingen die ik nog opgeblazen heb. Ik heb ook nog een pizza opgestuurd gekregen. Een flamingo. En ik heb nog een ander soort petje. Maar dat ga ik jullie morgen laten zien. Want ik kan niet alles in één keer opblazen. Omdat ik maar een paar dingen mee kan naar het strand. Omdat het anders niet past in de auto. Maar deze is super cute. Het is een luchtbed. Alleen dan van een ja, watermeloen. En ik vind hem super cute. Zie hoe huge hij is. Hij is echt super groot. Maar het is super chill, want je kan er super lekker op liggen in de zee. En dan wordt je echt heel erg snel bruin. Dat is zeker niet een tip. En ik vind hem super cute. Je valt er ook mee op. Dus als je met mensen bent en die zoeken jou, geloof me, ze gaan je vinden met dit ding. Dus mocht je die willen bestellen, zou ik het ook even in de beschrijving linken. En dan is dit alles wat ik wou vertellen. We gaan zo meteen naar Saint-Maximus. Dus dan gaan we lekker eten. Maar ik ga jullie gewoon allemaal lekker meenemen. En let's go! Ik ben op dit moment in Saint-Maxime en het is nu ongeveer 9 uur en we hebben hier net even een beetje rondgelopen, want we gaan zo meteen uit eten bij een restaurantje waar we deze vakantie al best wel vaak zijn geweest, want het is gewoon een heel goed restaurantje. En ook super gezellig omdat je hier gewoon aan de boulevard zit en dan zit daar het restaurantje. Alleen het is super druk, dus we hebben net even rondgelopen, hebben ze ons telefoonnummer opgeschreven en onze tafel wordt nu klaargemaakt en dan kunnen we daarna gaan eten. We zijn vandaag voor de rest gewoon naar het strand geweest, gewoon weer basic en we gaan zo meteen lekker eten hopelijk, want ik heb best wel trek, want het is 9 uur en voor Nederlanders is dat best laat. Dus we gaan even wachten en dan kunnen we hopelijk zo meteen lekker eten. Oké, okay, goed.
Good morning allemaal. We gaan nu zo meteen on our way het strand. En we gaan deze keer naar een strand dicht bij Saint-Tropez. Dus een ander strand gaan we een keertje proberen. Ik ben super benieuwd hoe het daar is. Dus laten we er maar snel naartoe gaan. Kijk, als eerste hebben we deze pizza en die komt ook van coolkif.com. Ik zal hem even weer linken in de beschrijving. En wat hier super chill is, is kijk, je hebt dus hier bekerhoudertjes. En dit is super lekker voor je hoofd, daar kan je super lekker op liggen. En als je hiermee de zee op gaat, dat is super nice, want dan word je super lekker bruin. En tot slot heb ik nog deze en dit is dus een flamingo en deze is echt een hype op dit moment. En ik vind hem super cute. Deze zou ik ook voor jullie linken. We zitten hier lekker bij een restaurantje en we hebben het even lekker gegeten op de berg. Ik heb een pizza. Een pizza margarita, toch? Ja, klopt. En ik had een lekkere hamburger, dus het was super lekker. We hebben het ook als ijsje op, dus we gaan zo meteen lekker zwemmen in de zee. Heel warm. Dus let's go, dan gaan we lekker zwemmen. Ja. Goedenavond inmiddels alweer allemaal. Ik kom net terug van het strand en ik heb even gedoucht. Ik heb weer opgeknapt. En we gaan nu naar boven toe, naar de tuin van Donna en Sergio. Want Sofia is over 2 dagen jarig en we gaan vanavond haar verjaardag vieren door middel van een barbecue. Dus ik ga even mijn spullen meenemen en dan ga ik lekker naar boven. En dan gaan we even kijken hoe het daar is. Oké, ik ben hier nu met mijn lieve Sofiatje. En Sofie gaat zo meteen lekker slapen. Ik ga nog even een verhaaltje voorlezen. En dan gaat ze lekker slapen. Vond je verjaardag leuk? Ja. En wat vond je van de taart? Heel lekker. Lekker en mooi, hè? Ja. Gaan we lekker slapen? Nee. Zeg maar wel trusten toe naar de kijkers. Doei. Doei. Doe mijn hand voor de camera. Wel rust allemaal! Dag resten! Doeg! Doeg! Oké, we zitten nu weer bij het strandrestaurantje met weer een prachtige uitzicht. En ik heb deze keer een Caesar salade besteld. Dus met kip en croutons. Het ziet er super lekker uit. Kijk maar even mee. En ze hebben het ook weer super mooi gedecoreerd. Zo super lekker. Dus ga ik even lekker van genieten. En dan ga ik straks lekker zwemmen. Want het is zo ongelooflijk warm en benauwd. Dus dan gaan we gewoon even lekker zwemmen. Hallo allemaal, het is vandaag vrijdag en het is inmiddels echt al vrijdagavond, want we zijn vandaag naar het strand geweest. Dit was de laatste dag strand, want we gaan morgen dus rond 4 uur naar huis rijden weer, naar Nederland. En dat was eigenlijk onze laatste dag strand, we hebben gewoon niet heel erg veel gedaan. En we zijn net nog even aan het eten geweest en ik ben nu ongeveer al een uurtje soms van mijn koffer aan het inpakken. Nou, ik ben alles bij elkaar aan het doen. En zo ga ik alles netjes opvouwen en in de koffer doen. Dus dat is het enige wat ik nu ga doen. Daarna ga ik lekker slapen, want we moeten morgen om 10 uur ons huisje uit zijn. Dus dat gaan we maar doen. Alvast, good night. Oké, guys, zoals je ziet, ik ben weer back in het mooie Nederland. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze vlog alweer. Dus ik weet een duimpje omhoog, vergeet onder niet te abonneren. En tot de volgende vlog. Doei!